Rotswaterfilmpje. Vandaag gaan we een heel klein lesje doen met een paar korte oefeningen die je gewoon thuis mee kan doen. Je hebt daar verder niks voor nodig, alleen jezelf. En let even op de blote voeten voor alle deelnemers. Dank je. Wij beginnen met de rots- en watergroet. De linkerhand is de rots en die staat voor echt vecht voor wat ik belangrijk vind. Leg je op je borst. Dit is de waterhand. Eigenlijk wil ik vooral vrienden maken en lief zijn en me houden aan de regels. En dan doe je een klein knikje met je hoofd. Respect. Oké, oefening 1. We steken onze handen voor ons uit en we gaan vuisten maken. We gaan een sterke buik maken. Ga maar eens vuisten maken. Flink je armen samen knijpen eigenlijk. Dat je denkt, het voelt al niet fijn in mijn armen. Voel je het in je buik, Renske? Ja. Voel jij het in je buik? Ja. Goed zo. Zorg dat je het voelt in je buik. Zo hard moet je knijpen. Dit is een sterke buik. Dat is bijvoorbeeld fijn als we gaan Chinees boksen. Dat doen we nu niet. Leg je vuisten op je buik en knijp nog even samen. Dan gaan we de truc doen. Laat je even alles los. Nu heb je een rustige buik. Een rustige buik is nu. Nu we met z'n allen thuis zitten en niet naar school kunnen, is een rustige buik heel fijn. Als je rustig bent in je buik, ben je ook rustig in je hoofd. Voel jij verschil in je buik, Renske? Ja. Voel jij verschil in je buik? Ja. Een rustige buik kun je heel goed krijgen door je handen op je buik te leggen. Leg je handen maar eens even op je buik. En dan doe maar eens ademhalen, zodat je handen eigenlijk, dat je je handen weg doet met je buik. Dan is je ademhaling heel laag. Als je uitademt, duw je hem weg. Heb je het een beetje moeilijk in deze periode? Omdat je graag je vrienden wil zien, of omdat je bezorgd bent, of je bent gestrest omdat de schoolopdracht niet lukt? Probeer dan eens je handen op je buik te leggen. Dat kan helpen om weer een beetje rustig te maken. Nu gaan we een aantal oefeningen doen op één been. Er waren al wat meer filmpjes van oefeningen op één been, maar eigenlijk is dat ook een beetje hoe we nu door deze tijd heen gaan. Eigenlijk lopen we met z'n allen op één been, want we kunnen niet naar school, we mogen onze vrienden niet zien. We zitten de hele dag met elkaar op de lip. Dat is soms best lastig. Ja. Oké, til maar één been op. En dan gaan we gewoon even een tijdje zo blijven staan. En zoals je ziet aan mijn lieftallige assistentes, is dit nog niet zo gemakkelijk. Wat heb je nodig om in balans te blijven staan, Femke? Je handen een blok verder van je afhalen, zodat je even licht hebt. Kan, wat helpt nog meer? Nee, weet ik niet zo goed. Helpt het als je naar één punt in de verte kijkt? Ja. Ja, dat helpt. Als ik namelijk rond ga kijken of ik ben aan het praten, dan verlies ik vanzelf mijn balans. Wat ook helpt is even goed uitademen. Dan blijf je ook staan. Oké, we doen even losschudden. En we gaan even op de andere voet staan. Gaan we dat ook proberen. Is je buik nu ook aan het werk? Ja. Ja. Als jij dus een slappe buik hebt, dan lukt deze oefening niet. Dus eigenlijk ben je met je hele lijf aan het werk. Probeer je stevig te staan. Heel goed. Oké, schud even los. Doen we nog even eentje, maar nu ga je kijken hoe hoog je je been op kan tillen. Adem even uit, Renske. Adem uit en kijk even. Ja, kijk goed zo. Keurig meisje. Goed zo, Femke. Femke is super gefocust. Oké, en even losschudden. En dan pakken we even de andere. Kijk maar hoe hoog je kan. Netjes, Renske. Goed zo, Femke. Kijk, Femke die heeft de tafel naast zich. Die helpt af en toe. Maar gaat prima. Oké, gaan we heel even kijken. Ik ga dadelijk tellen van 3 naar 0. Dan gaan we kijken wie dit het langste volhoudt. En jij thuis kunt gewoon meedoen. Hè? Als ik tel van 3 naar 0, kijk je of je het langer vol kan houden dan ik. 3, 2, 1, 0. Goed zo, Renske. Kijk eens hoe hoog het been van Femke is. Super knap. Geef niet, je hebt het goed gedaan. Oké, we gaan nog 10 tellen door, Femke. 10, 9, 8, 7, 6, 5,
1,5, 1/4, 0. Yes, netjes. Oké, doen we nog even de groeten voor de afsluiting, want dit was hem al. Rots, andere hand.